Good, Kelfam! Mijn naam is Kelfam en ik kom bekend als Kalfijn en dit is staat voor een nieuwe video, ouwe. Het is nog steeds Kelsam en elke dag een video. Geniet ervan! Lala! Het is vandaag tijd voor een nieuwe aflevering van iets wat ik bedacht heb vorige week. En dat vonden jullie best wel legendarisch, namelijk in 30 seconden. In 30 seconden ga ik proberen om bepaalde dingen te raden van mensen. Dus vorige week had je kunnen zien dat ik probeerde te raden hoe mensen geaardheid was in 30 seconden. Dat ging zeer goed. Kijk maar even mee. Je bent 18 en je bent net uit de kast gekomen. Nee, niet net. Oké, okay, wanneer kwam je uit de kast? Anderhalf jaar geleden. Anderhalf jaar geleden. En vandaag gooien we het een beetje over een andere boeg. Namelijk vandaag ga ik kijken of ik kan raden wat voor dialect iemand heeft in 30 seconden. Maar voordat we daarmee beginnen, ga ik jullie vragen voor 6000 likes. Want bij 6000 likes binnen 24 uur op deze video komt er morgen weer een nieuwe. Dus dat zou legendarisch zijn. Want ja, dan kunnen jullie gewoon weer lachen. En dan kan ik gewoon weer doen wat ik het liefste doe. Namelijk gewoon video's maken. Je weet toch? Goed, het concept is vrij simpel. Ik zit hier en er komen aan de lopende band mensen binnen die ik niet ken. Die ik als het goed is nog nooit gezien heb. En ik ga proberen te raden binnen 30 seconden wat voor dialect ze hebben. En uit welke streek in de Nederlanden zij komen. Of misschien wel het buitenland. Ik weet het allemaal niet. Dit allemaal doe ik om aan het eind van deze aflevering de vraag te kunnen beantwoorden. Kun je in 30 seconden iemands dialect raden? En we gaan het zien. Dus geef deze video vast een duimpje omhoog en dan gaan we beginnen. Dames en heren, testpersoon nummer 1. Komt u binnen? Hey, hoe gaat het, ouwe? Nee, ik kom uit Amsterdam. Ik dacht, ik kom uit Holland. Dag mevrouw. Hi. Ja, hi. Hoe heet je? Ik heet Mariam. Mariam. Ja. Mariam uit? Uit Amsterdam-West, je weet zelf. Oké. Ik ga de klok starten en dan ga ik in 30 seconden zoveel mogelijk vragen aan je stellen om te kijken of je ook echt uit Amsterdam-West komt. Oké, prima. Ja? Kijk je dan. Komt ja, 3, 2, 1. Ben je geboren in Amsterdam? Ja, ik ben geboren in Amsterdam. En je woont in West? Ja. En ga je ooit nog weg uit Amsterdam-West? Hoop het wel. Want waar wil je naartoe dan? Ik wil heel graag naar het buitenland gaan. Oké, waar dan heen? Weet ik nog niet zeker. Misschien York, Parijs, lijkt me ook heel cool. Wat? Waar hou je van? Amsterdamse muziek. Amsterdamse muziek. Lil Kleine, Ronnie Flex, Sam Carissa, alles. Ik zeg geen Amsterdamse muziek, maar Lil Kleine. Nee. De tijd is op. Oké. Kijk jij dan. Ja, je deed goed. Mariam heet je. Je heet Mariam. 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 Aangenaam kennis te maken. Mariam uit Amsterdam West. Nu is het moment om voor mij om een keuze te gaan maken. Ik denk dat jij niet uit Amsterdam komt. Nou, dan heb ik heel slecht nieuws voor je, want ik kom uit Amsterdam. Flink erop! Kut, hoi. Ja. Echt waar dan? Ja, Amsterdam West. Echt waar? Ja. Kut! God, kak! Ja, je legde het er zo dicht bovenop. Ik dacht, nee joh. Toen ging ik je vragen waar we naartoe buitenland. En toen begon je zeg maar weer je eigen stem te krijgen. Toen dacht ik, I got this. Dit is sowieso geen Amsterdammer. Maar ik weet ook niet precies hoe Amsterdammers klinken. Ja, ik eigenlijk ook niet. Oh, oké. Okay. Fuck! Ik dacht dat hij goed ging. Het is dus moeilijker dan gedacht. Nou, dan wil ik je wel heel erg bedanken voor het feit dat je hier aanwezig was. En ja, ik kom in Amsterdam, dus je hoeft niet te ver terug te reizen. Dat is wel lekker. Ja, dan wens ik je heel veel succes. Dankjewel dat je erbij was. Ik ga het minder. That hurts. Oké, het ging niet allemaal vanzelf net. Dat was een beetje spijtig. Ik moet sowieso even wat gefocuster zijn. Kalfijn, wees even een beetje gefocust. En daarnaast is het misschien ook handig als ik even raad waar ze dan wel vandaan lijken komen. Dat is een beetje, dat lijkt me wel verstandig. Ik zei alleen maar, je komt niet hier vandaan, maar ik moet dus eigenlijk raden waar ze wel vandaan komen. Goed, de volgende kandidaat is, als het goed is, hier al een beetje. Hi, kom verder. Ja, fijn. Ja, het is altijd fijn hè, om op een stoel te mogen zitten. Zo, wat ruikt het hier apart? Hoezo ruikt het hier apart? Nou, een beetje naar eten nog van gisteren of zo. Nou, van gisteren? Hi. Daphne. Hi Daphne. Hoe gaat het ermee? Ja, wel goed. Ben je klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. And let's do this. Go. Hoe heet je? Daphne. Wat is je favoriete eten? Pizza. Oké, en wat is je favoriete voetbalclub? Ajax. Ja. Maar je komt niet uit Amsterdam? Dat heb ik nooit gezegd. Nee, jawel. Nee. Oké. En ben je gelukkig? Ik ben heel gelukkig. En ben je verliefd? Nee. Maar, wat is je favoriete liedje? Zeg eens de tekst van je favoriete liedje nu. You're such a fucking... No. I love it. Woe. Ik had gehoopt dat je met een soort André Hazes of zo aankwam. Dat vind ik ook maar mooi. Jeetje, wat kut dit. Ik krijg helemaal niks uit jou. Dit is ook echt moeilijk, man, deze. Kak. Ja, dat is niet makkelijk. Je bent het wel aan het maskeren of zo. Ja. Jeetje, kak. Ik kan hier helemaal niks mee. Ik weet gewoon alleen wat je favoriete liedje is nu. Ik weet gewoon niet. Het was eigenlijk niet eens mijn favoriete liedje, maar het kwam gewoon eigenlijk als eerste in me op. Oké, ik denk dat jij... Ik ga maar gewoon wat zeggen. Okay. Het klopt waarschijnlijk helemaal niet. Ik denk dat je uit Rotterdam komt. Het is hartstikke goed! Ja! Lekker man! Hey! Ben ik zo slecht? Nee, maar je kwam binnen en toen hoorde ik al een paar zinnen. Toen dacht ik, oké, dit ken ik. Oh, dit ken shit. Ik. En toen ging je zitten en toen ineens ging je heel normaal ABN proberen te praten. Ja, ja. Toen je binnenkwam, even flashback. Hey Jan, zullen we gaan tijdreizen? Oké! Zitten. Zo, wat ruikt het hier apart? Hoezo ruikt het hier apart? Nou, weet je, naar eten nog van gisteren of zo. Nou, van gisteren? Joe! Die paar zinnen, die zinnen, toen had ik het door. Oké, dan wil ik je bedanken. Graag gedaan. Ga ik je high five geven? Nee, natuurlijk niet. Ik krijg toch nooit high fives. Fuck you.
wordt geflasht. Oh, okay. Ja, ik geef nooit high fives in mijn video's. En iedereen denkt, oh ja, maar leuk. Kijk nooit je video's. Oké. Okay. Nee, is goed. Dankjewel, lieve. Leuk dat je er was. Ik ga je nu weer uit mijn huis trappen. Succes. Joejoe. Oké, het gaat goed tot nu toe. Het is half half. Ik kan nog beter, dus we gaan gewoon de volgende erbij halen. Kandidaat nummer 3, komt u maar. Hallo. Kom gezellig zitten. Hi, hoe heet je? Hi, Damien. Damien? Kelvin, aangenaam. Aangenaam. Damien, ja. Ben je er klaar voor? Jo. Jo? Beetje? Ja. Klaar voor? Ja, zeker. Oké, waar kom je vandaan? Ik kom uit Rotterdam. Je komt uit Rotterdam? Koolsingel. Koolsingel, ja. Potverdorie. En hoe heb je daar veel vrienden wonen? Ja, een beetje. Waar wonen je andere vrienden dan? Ja, gewoon een beetje Den Haag meer, omdat ik daar school zat. Oké. En heb jij, wat zijn de namen van je vrienden? Noem ze eens op. Rick, Indy. Oké, en wat doen je ouders voor beroep? Nou, mijn vader die werkt bij de haven. Ja? En mijn moeder die werkt, is gewoon lekker thuis. Oké. Ik ken niet veel. Oh, dit was hem al! Oh. Dit waren al 30 seconden. Ja, jij bent echt een teringlijer, man. Ja. Ja. Je komt sowieso niet uit Rotterdam. Moet ik maken. Maar waar je dan wel vandaan komt, dat is de vraag. Oké. Je zei, je zat op school in Den Haag. Ik weet het gewoon niet zo goed. Je hebt ook niet een kop van iemand die perfect ergens bij past of zo. Nee. Het is niet dat je echt zo'n Groningse bek hebt. Oké, ik ga... Oké, ik ga gewoon wat zeggen. En misschien is het complete bullshit. Ja. Waarschijnlijk wel. Als het goed is, dan is het gewoon een wild guess. Ja, ik ga gang. Ik ga voor... ik weet het niet, maar... Ik ga voor Breda. Nee. Waar kom je van? Utrecht. Echt? Uit Soest, bij Baarn en Amersfoort. Kut! Ja. Ja, daar weet ik echt niks van. Ja, maar Utrecht. Maar hoe praten ze daar dan? Ja, dat ligt eraan. Nu zoals ik praat gewoon. Ja, oké. Maar kan je ook mensen plat? Je hebt ook mensen met een R. Oké. En dat ben jij? Niet. Nee. Oké. Jeetje. Dus jij komt uit Utrecht? Utrecht. Ik heb gefaald. Oké, gozer, dankjewel. Nou, ik gun je wel. Ah, flashed you! Ik wist het. Oké, mensen, ik heb 2 van de 3 gefaald, dus het is moeilijker dan gedacht. Maar ik ga gewoon mijn best proberen te doen. Persoon nummer 4, komt u maar. Hey. Hey, ga lekker zitten. Hey, Kelvin. Hoe gaat het met je? Ja, goed met jou ook. Ja, hartstikke goed. Hoe heet je? Ik heet Wemen. Wemen. Wemen Guyo. Wemen, aangenaam. Hi. Ik heet Kelvin. En go. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Amsterdam-West. Echt? Ja. Potverdorie zeg. Dus we zijn gewoon buren eigenlijk bijna. Ja, dat je niet verwacht eigenlijk. Hey, maar hoe gaat het, Wilhelmus? Kun je een paar eerste zinnen zeggen? Wilhelmus van... Nee. Oh shit. Oké, okay, altijd is Kortjaki ziek. Wie, maar zondags niet. Oké, kun je dat nog één keer zingen? Altijd is Kortjaki ziek, midden in de week, maar zondags niet. Oké, en zeg eens groente. Groente. En Scheveningen. Scheveningen. Scheveningen en groente. Scheveningen. Ja, oké, dit was een goede ronde. Want ik heb wel vernomen dat je niet uit Amsterdam-West komt. Ik deed zo nog mijn best. Ja. Je komt sowieso onder de rivieren, dat hoor ik. Oké, nou ja. Je hoeft nog niks te zeggen, je moet het niet verklappen. Ik ga niks verklappen. Oké, ik denk dus, ik kan het niet op de stad weten. Alleen, ik ga het gewoon even in de regio. Het is voor mij of Limburg of Brabant. Je hebt iets Limburg, maar ook weer niet te veel. Dus ik denk dan Brabant en dan zo ergens rond Eindhoven of zo. Ergens in de... Het hoeft niet op de stad goed te zijn, vind ik. Ja. Brabant. Ja, je hebt wel gelijk. Ja? En welke stad? Dorp is eigenlijk Zonnebreugel, maar het is in de... Zonnebreugel! Ja, maar dat is vlakbij Eindhoven. Ja, ik wil nog zeggen, dat is bij Eindhoven. Ja, ik heb het goed. Ik heb het wel helemaal goed. Hé, lekker man. Ja, mijn beste vriend komt uit Zonnebreugel. Ja. Dus ik ben een beetje bekend. Ik weet een beetje wat voor gespuis er allemaal rond. Ja. Oh, wat ik mis het. Lekker, Kelvin. Heb je goed geraden. Ik denk nog zo mijn best om het Amsterdam te zijn, maar ik kan het niet. Dat Brabant is gewoon veel te overweldigend dan ja, je man. Ik had het goed. Lekker. Oké, ik wil jou erg bedanken. Je mag weer naar huis. Later. Kom man, het staat 2-2. Ik wist 2 en ik wist het van 2 ook niet. Dus op zich, ik voel me geen extreme faalhaas. Het is inmiddels een beetje donker geworden, want ja, mijn volgende gast, ja, die kwam op het moment dat het al donker wordt. Want ja, het is december en het is om fucking 4 uur al donker. Dus ik heb even een lampje gepakt, maar vandaar dat het beeld er een beetje anders uitziet. Een sub, alsjeblieft, zou ik leuk vinden. Kandidaat nummer 5, kom er gezellig bij. Hallo. Hallo. Kom gezellig zitten. Hey. Ik heet Kelvin. Hi, Desiree. Hi, Desiree. Hi. Niet heen. Go. Waar kom je vandaan? Utrecht. Je komt uit Utrecht, want Utrecht is een hele mooie stad. Ja, het is gewoon... Wat vind je het mooiste aan Utrecht dan? Ja, de Dom en de plein is... Ja, dat is gezellig. En ga je altijd uit in Utrecht? Nou, soms. Weet je, af en toe. Oké, waar ga je dan naartoe in Utrecht? Ik ben 1 keer uitgeweest in Utrecht. Oké. Was dat gezellig? Ja, dat was wel gezellig hoor. Ja, oké. En je komt totaal niet uit Friesland of zo? Nee. Nee? Kom je uit Limburg? Nee. Wat vind je de mooiste plek in Nederland? Amsterdam vind ik wel mooi. Amsterdam vind je mooi? En hoe kom je er dan... Ah! De tijd is op. Het is gestopt. De 30 seconden is voorbij. Jammer. Oké. Er was 1 zin. En dat... Er was 1 zin. Ik weet niet meer wat het was. Maar we kunnen het vast in de replay even... Jan, zullen we gaan tijd? Oké. Ik ben 1 keer uitgeweest in Utrecht. Oké. Was dat gezellig? Ja, dat was wel gezellig. Oké. Ja, daar kon ik het wel. Ja? Die lachen wel redelijk dicht bovenop. Maar ik weet niet of het klopt. Misschien dat ik wel helemaal verkeerd zit. Of het was een tactiekje dat je dat ging doen. Maar ik denk dat je uit Friesland komt. Waar in Friesland weet ik niet. Maar ik denk gewoon Friesland.
Is fout? Ja. Kut! En het zit wel West-Friesland. Ja, kak. Ja, best wel een bekend dorp. Welk dorp dan? Volendam. Echt? Oh, Volendam! Ja! Oh, ik vond, ja, dat had ik, oh ja, ik ken Volendams niet zo goed. Ik dacht dat het, ik dacht een beetje Fries te horen, man. Kun je ook Volendams praten? Ja. Oké, okay, wat heb je vanochtend gegeten als ontbijt? Vanochtend heb ik yoghurt eten met yoghurt met zonder soja, met stukjes mango erin en een banaan. Dat was best wel lekker. Ik weet niet wat, dit klinkt als drie verschillende dingen voor mij. Gronings, Fries, dit klinkt als Utrecht. Het is een combinatie van alles voor mij. Ja. Dan wil ik je heel erg bedanken dat je er was. Ja. Is het tijd voor mijn laatste redmiddel. Ik dacht echt dat ik hem had. Ik dacht Friesland, I got it. Maar nee. Volgende. Hoi. Hoi, hoi. Ga gezellig zitten. Ja? Ja. Ik heet Kelvin. Chelsea. Chelsea. Ja. Als in de voetbalclub. Met ja. EA. Nou, je schrijft met EY. Oké, dit is mijn kans. Ja. Oké. Okay. Go. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Amsterdam. Je komt uit Amsterdam. Echt? Ja, zeker. En ben je geboren in Amsterdam? Ik ben geboren in Amsterdam. En wat vind je het mooiste stukje Amsterdam? Dat is Nieuw-West. Nieuw-West? Ja? Zeggen, ja. Waarom dan? Waarom is Nieuw-West zo mooi? Opgegroeid. Opgegroeid. Wat getogen. En heb je ook broers of zussen? Ik heb een broer. Oké, okay, hoe heet hij? Jordi. En hoe heet. En wat? Wat ben jij nou aan het doen? Ben je op vakantie geweest? Ik ben op vakantie geweest naar Frankrijk. Naar Frankrijk. En vond je dat leuk? Wat is je wie is je favoriete Nederlandse volkszanger? Volkszanger? André Hazes. Tuurlijk. André Hazes? Natuurlijk. Ja, noemen ze een liedje van André Hazes dan? Zij gelooft in mij. En? Bloed, zweet en tranen. Zo, het was wel een goed gesprek. We waren wel lekker op dreef. Deze vind ik moeilijk. Ja? Ik hoorde namelijk helemaal niks. Van wat je... Nee, ik hoorde echt helemaal niks. Hij was wel... Nieuw-West. Ja, dat is wel standaard om te zeggen. André Hazes. Zij gelooft... Wel de meest standaard liedjes van André Hazes ook. Die iedereen kent. Dus hoef je daar geen Amsterdammer voor te zijn. Kijk, weet je wat het is? Ja. Als ik nou zeg dat je niet uit Amsterdam komt, moet ik iets anders kiezen. Maar dat kan letterlijk alles zijn. Ik hoorde niks. Dus ik heb meer kans als ik gewoon Amsterdam kies. Want dan... Of niet. Nee, maar dan, wat moet ik dan kiezen? Dan kies ik Gorkum of zo. Ja, weet ik veel. Dan kies ik gewoon een random plek. Dan zit je wel in de buurt. Nee, hou op. Jij zegt, je hebt er allemaal onzin uit kramen nu. Ik ga gewoon voor Amsterdam. Fuck it. Je hebt gelijk. Ja! Ja! Lekker man! Hey! Ik wist het! Maar dat betekent... Weet je wat dit betekent, Chelsea? Nou? Dat ik... Het is gewoon 3-3. Ik heb van 3 mensen kunnen raden waar ze vandaan kwamen en van 3 niet. Dat eigenlijk betekent dat je moi moi kan horen waar iemand vandaan komt. Dat is een beetje een ding. Als het echt dik bovenop ligt... Dan kwam net een jongen uit Brabant, dat wist je meteen. Oh, ik kom uit Amsterdam-West. Nou, jongen. Toen wist ik het wel. Ja. Maar dat, eigenlijk is dat de conclusie. Kun je in 30 seconden raden waar iemand vandaan komt? Ja, alleen als ze echt een goed dialect hebben. Dat is een beetje de conclusie. Of als je gewoon goed kan gokken, zoals nu. Dankjewel voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken, want bij zoveel duizend likes komt er morgen weer een nieuwe video. Doe schrik je met normaal genoeg. En iedereen die vandaag heeft meegedaan, die staat in de beschrijving. Mocht je hem of haar willen checken, dan kan dat. Love you. Peace.